Welkom op deze mooie middag, een zonnige middag. En die zonnigheid zit in jullie allen, maar we gaan het ook hebben over de hele donkere kanten. Niemand is beter in staat om die te beschrijven dan Connie Palme. Ze deed dat al van in het begin bij haar debuut De Wetten. En dan kwam er een heel ander aantal boeken waarin zij de menselijke geest en het menselijke denken, maar ook het menselijke voelen, tot de pot eigenlijk uitkamde. Wat zij deed, was ook zichzelf blootleggen. En dat is misschien het mooiste en het meest inspirerende voor ons allen. Haar laatste boek, dat heet Jij zegt het. Jullie hebben het misschien gelezen en indien niet, dan moeten jullie het zeker lezen. Is niet alleen een soort ode aan iemand die zijn leven verbonden ziet of zag aan dat van een ander, maar vooral die dat leven nog eens opnieuw probeerde te leven door dagboeken, door geschriften van zijn geliefde die zelfmoord pleegde uit te kammen. Ted Hughes, die was getrouwd met Sylvia Plath. Ik stel jullie heel graag voor aan Connie Palme, die jullie dadelijk gaat inleiden in wat zij zoal schreef over Ted Hughes, of in de woorden God van Ted Hughes, Connie Palme. Dag Connie. Dag Anna. Heel blij jou zo vlak bij mij te hebben en vlak bij ons. Ik kan nog wel een beetje dichterbij. Ja, heel dicht. Connie, zullen we gewoon beginnen met een stukje voor te lezen? Jij leest voor, ja. Uit wat jij zelf geschreven hebt, maar je legde het in de mond van iemand anders, Ted Hughes. Ja. Ik begin gewoon bij het begin, want het is gewoon vanaf de eerste zin een keigoed boek. Voor de meeste mensen bestaan wij alleen in een boek, mijn bruid en ik. De afgelopen 35 jaar heb ik met een machteloos afgrijzen moeten aanzien hoe onze echte levens bedolven raakten onder een modderstroom van apocryfe verhalen, valse getuigenissen, roddels, verzinsels, mythen. Hoe onze ware complexe persoonlijkheden werden vervangen door clichématige personages, vernauwd tot simpele imago's, op de maat gesneden voor een sensatiebelust lezerspubliek. En dan was zij de broze heilige en ik de brute verrader. Ik heb gezwegen, tot nu. Zij had iets van een godsdienstfanaticus. Dat jakkerende verlangen naar een hogere vorm van zuiverheid. De heilige en gewelddadige bereidheid zichzelf, haar oude valse zelf, op te offeren, te vermoorden, zodat ze opnieuw geboren kon worden. Schoon, vrij en bovenal echt. In de 7 jaar die we samen doorbrachten, heb ik haar nooit bij iemand, ook bij onze kinderen niet, gezien zoals ze was, zoals ik haar kende. De vrouw met wie ik leefde, de vrouw die me stampend als een tochtige merrie tot bloedens toe in mijn wang beet bij onze eerste ontmoeting. Wij omhelsden elkaar niet, wij vielen elkaar aan. Briesend. Van genot, van vreugde, rukte ik de rode haarband van haar hoofd, trok de zilveren oorringen van haar lellen, het liefst had ik haar jurk in flarden gescheurd, haar ontbloot van al die paraphernalia van fatsoen, volgzaamheid en beschaving, van onechtheid. Het was vreed, het deed pijn, het was echt. Wij maakten elkaar buit. Nog geen 4 maanden later ben ik met haar getrouwd. Van een vrouw die jou bijt in plaats van kust, had ik moeten weten dat
iemand liefhebben voor haar gelijk staat aan iemand bevechten. En van mezelf had ik moeten weten dat ik met het stelen van haar sieraden alleen haar opsmuk had weggerukt en als trofeeën bij me had gestoken. Wie zo een liefde begint, weet dat er in het hart van die liefde geweld en vernietiging schuilgaat, tot de dood erop volgt. Van meet af aan was het gedaan met een van ons. Het was zij of ik. In het verslindende geweld dat liefde heet, had ik mijn gelijke gevonden. Ik hield van haar en ik ben altijd van haar blijven houden. Als haar zelfmoord de val was waarin ze mij wilde vangen om mij te verzwelgen, in zich op te nemen, één lichaam te worden, is er dat gelukt. Een bruidegom gegijzeld door de dood, voor eeuwig aan zijn bruid verbonden in een postuum huwelijk, zo onafscheidelijk als zij wilde dat ik van haar was. Haar naam is mijn naam, haar dood is mijn dood. Ik geloof in zoiets als een echt zelf. En ik weet hoe zeldzaam het is om het te horen spreken. Om het bevrijd te zien worden uit die cocon van valsheid en onbeduidendheid. De schijngestalte die we aan anderen presenteren om bij hen in de smaak te vallen. Ze te misleiden. Hoe gevaarlijker het echte zelf, hoe geraffineerder de maskers. Hoe bijtender het gif dat we het liefst over anderen zouden spugen. Om ze te verlammen, om ze te doden. Hoe zoeter de nectar waarmee we hen verlokken naar ons toe te komen. In onze nabijheid te zijn, van ons te houden. Zij was een zoetgeurend vat vol venijn. Ik had nooit eerder iemand ontmoet bij wie liefhebben en haten zo dicht bij elkaar lagen dat er bijna geen verschil was. Ze wilde niets liever dan iemand liefhebben, maar ze haatte het als ze daadwerkelijk deed. Ze wilde niets liever dan bemind worden, maar ze heeft iedereen die ooit van haar heeft gehouden genadeloos voor deze liefde afgestraft. Achter een façade van verpletterende vrolijkheid verborg zich een schuwe haas met een ziel van glas. Een kind vol angsten, nachtmerrieachtige amputaties, opsluitingen, elektrocuties. En ik, de verliefde sjamaan, aanbad het breekbare, gewonde meisje, haar ware zelf, en wilde doen wat de liefde van de minnaar eist, als een tedere iconoclast haar konterfeit zal verbrijzelen. Omdat ik van haar hield, was het aan mij haar als vrouw en schrijver uit het omhulsel van onechtheid te scheuren, haar zo ver te krijgen dat ze haar eigen stem liet horen. De bange stem. De boze stem. De drenzerige stem waarmee ze zeurde over futiliteiten. De verstomde stem waarmee ze vernederde en treiterde. De verboden stem waarmee ze als een razende wraakgodin banvloeken uitsprak over iedereen die haar verwondde. Haar stenen tong moest kunnen dansen op het metrum van haar ziel. De zwarte ziel waar ze terecht bang voor was. Het was aan mij om haar te laten verrijzen uit die dood. Wat ik toen niet zag, was dat ik ook bezig was mezelf te bevrijden. Haar waanzin is mijn waanzin. Dank u wel. Thank you, Connie.
Kan je, hoe ben je bij Ted Hughes en Sylvia Plath gekomen? Was het een fascinatie, was het een bewondering of was het een herkenning in een van de twee? Mag ik ook voor alle drie kiezen? Ik denk dat okay. Dat het is. Nee, alle drie. Ik ken het werk van Plath zeker al heel lang. Ik geloof dat ik begonnen ben al jaren geleden met lezen van de glazen stolp. Ik zeg 20, 30 jaar geleden. Maar als je dit soort getallen noemt, ben je opeens zo schrikbarend oud, wat ik ook daadwerkelijk eigenlijk ben. Zeg 40 jaar geleden, gewoon lekker vet aanzetten, 40 jaar geleden. En dat is een fascinerend boek, dat is op de eerste plaats veel geestiger dan je verwacht, maar op een beetje Salinger-achtige manier. Het imiteert Salinger ook nogal, het is niet een buitengewoon originele roman, maar het is daarom verbijsterend dat het wel op een vrij onverhulde manier de zelfmoordpoging beschrijft van een jonge vrouw. Gek genoeg wordt niet helemaal duidelijk waarom. Dat is ook een zwakte van het boek. Het boek heeft nog wel meerdere zwakten, maar goed, het is een debuut. Het blijft een fascinerend boek, het blijft ook wel een goed boek. En voor sommige mensen is het een cultboek geworden. Ik ben daarna meer van haar gaan lezen. Ik geloof eerst de dagboeken toen, die fantastisch zijn. Beter nog, zelfs misschien dan die roman. Haar gedichten en uiteindelijk ook brieven aan haar moeder, Letters Home, die verbijsterend leugenachtig zijn. Slijmerig, verschrikkelijk om te lezen. Verschrikkelijk. Dus die fascinatie had ik al. En ik ben toen ook al de biografieën gaan lezen. Bijna elk jaar kwam er wel een nieuwe biografie uit van Sylvia Plath. En die las ik allemaal, vooral ook om erachter te komen waarom ze zelfmoord had gepleegd. Maar ook steeds meer gefascineerd door die andere figuur die zo'n grote rol speelde in die biografieën en die toen nog leefde, namelijk Ted Hughes. Een Engelsman, dichter, zij Amerikaans, zij geboren in Boston. Ze gaat naar Cambridge met een beurs, zoals veel Amerikaanse studenten. En ontmoet daar op een avond, een voorval dat ik beschrijf nadat ik het stuk wat ik net had voorgelezen, ontmoeten ze elkaar bij de presentatie van een poëzietijdschrift. En Ted Hughes is dan al, en is dat zijn leven lang gebleven, een buitengewoon aantrekkelijke man. Echt een magnetische, charismatische, maar ook heel knappe man. En sommige vrouwen vielen flauw als ze hem zagen. Letterlijk. Mm-hmm. Ja, die vielen gewoon voor om. Wat flauw. Een slagveld. Ja, dat is nogal wat. Ik denk dat het mij ook overkomen was. Mm-hmm. Dat is gewoon magnees. Gewoon een ja, heel aantrekkelijk man. Moet niet te lang over doorgaan. Want ik heel kort adem. We hebben geen foto. Heet jammer. Dus die ontmoeten elkaar. En het is net de Maagdenburgerbollen. Ze klappen ongeveer op elkaar. Het is een buitengewoon grote aantrekkingskracht tussen die twee. En zoals gezegd, 4 maanden later trouwen ze met elkaar. Dus ik las die biografie, kwam dat huwelijk natuurlijk altijd tegen. Maar in die biografieën komt Ted Hughes er niet goed vanaf. Als echtgenoot, als man, als... En ik denk, dat klopt niet. Dat is... Zo zitten huwelijken niet in elkaar. Er is niet één de bad guy en de ander, de een de heilige en de ander de verrader. Dus ik raakte steeds meer gefascineerd. En uiteindelijk kwam er wel een biografie van Anne Stevenson waarin hij wat gunstiger werd afgeschilderd. En waar eigenlijk eindelijk Sylvia Plath iets minder bejubeld en geïconiseerd werd. Maar ook dat iconiseren van Plath had, moet je in de tijd plaatsen. Ze pleegde zelfmoord in 1963. Dus eigenlijk heel lang niet een mediumfeit geweest. Het was niet bekend.
Ze was ook nog helemaal niet bekend. Ted Hughes was heel bekend. Die is met, vanaf zijn eerste dichtbundel werd hij een van Engelands grootste dichters genoemd. Zijn tweede bundel werd niet minder bejubeld. En het is een hele schrijverscarrière, dichterscarrière, zo gebleven. Hij werd uiteindelijk ook Poet Laureate van Engeland. Hij is zijn hele leven, is zijn poëzie bejubeld. En Plath had nog helemaal geen roem, verlangde enorm naar roem. En daar geven haar brieven en haar dagboeken blijk van hoe ze droomde van succes, van sterrendom, van, maar vooral van succes, van een groot bejubeld dichteres zijn. Ze spiegelde zich aan Emily Dickinson, aan alle grote vrouwen. Marion Moore was eigenlijk toen de enige dichteres die echt roem verworven had. Enfin, een honger naar succes. Volkomen in tegenstelling tot Ted Hughes, die eigenlijk het liefst in een hutje op de hei was blijven zitten. En die succes en de publieke aandacht die daarmee gepaard ging, buitengewoon complex vond. Hij vond het heel moeilijk. Hij vond het geweldig dat zijn werk gelezen werd. Maar hij vond het verschrikkelijk om een publieke figuur te zijn. En Plath wilde niets liever. Dat is een amalgaan van ook van Amerika. De American Dream gaat over succes. Mm-hmm. Maar een jongen van het platteland, van West Yorkshire in Engeland, die wilde ik het liefst een veel teruggetrokkener leven. Had een heel ander beeld van wat een dichter is, moet zijn, dan zijn vrouw. Goed, deze twee mensen beleven een grote liefde. Ze krijgen twee kinderen en uiteindelijk vertrekken ze uit Londen en gaan ze wonen op het platteland van Engeland, in Devon. Het is in Devonshire. In een mooie, grote, oude pastorie, Court Green genaamd. En dan beginnen een beetje de problemen, want eigenlijk wordt Sylvia Plath uit haar habitat gehaald. Ik denk dat voor haar de stad haar habitat was. En ik denk ook dat ze als moeder, en ze kreeg twee kinderen, Frida en Nicholas, dat ze zich veel te veel ging identificeren met haar eigen moeder. Die ze, wat een liefde-haatverhouding was tussen die twee. En een heel belangrijk feit uit de biografie van Sylvia Plath is dat ze op haar 8e haar vader verloor. Dat ze afkomstig is van Duitse afkomst. Haar vader was een Duitser, haar moeder was een Oostenrijkse. Allebei vluchtelingen natuurlijk, terechtgekomen in Boston, Amerika. En zijn moeder, als Oostenrijkse, werd student bij haar vader. En ze werden, nou, de boeken zeggen niet of ze verliefd werden, eerlijk gezegd. Ze klapte ook een beetje op elkaar, maar dan zonder hartstocht. Zo van, ik denk herkenning van het Duitse. Mm-hmm. Die moeder had nooit met die man moeten trouwen. Maar ja, wie ben ik? Goed, daar hebben we Sylvia Plath wel aan te danken. Praat ik te veel? Nee, okay. Nee. Maar ik ga even tussenkomen. Je hebt een paar dingen genoemd die ook in jouw eigen leven, in jouw eigen carrière, als die twee al samenlopen, in ieder geval parallel, een belangrijke rol spelen. Grote liefdes, publieke aandacht. Zijn dat ook onderzoeksterreinen geweest voor jezelf terwijl je dit boek maakte? Jazeker, of terreinen die ik al had onderzocht. Mm-hmm. De effecten van de roem, daar ben ik bij wijze van spreken op afgestudeerd toen ik afstudeerde mm-hmm. in de filosofie, hoe schadelijk roem kan zijn. En ook hoe er naar verlangd wordt, wat het is, wat roem doet. En daar zeg ik eigenlijk dat roem is bij wijze van spreken het vergroten van het dorpsplein. In het dorp praat ook iedereen over je bij de pomp. Ik kom uit een dorp en we hebben geen pomp, maar ik weet wel dat iedereen het zo gaat. Er dat je over de tong gaat,
Hè, of je je nu goed gedraagt of slecht gedraagt. Dat creëert de hechting in een dorp. En mensen praten over elkaar, leren elkaar zo kennen. Het is ook wat een kudde doet, waarschuwen elkaar ook. Van met die kun je beter niet omgaan. Want die steek je mes in de rug en die is heel aardig, is een gul iemand. Dus zo gaat het in een dorp. En eigenlijk is roem, vergroot dat uit op als het een beetje mee zit op wereldniveau. Maar laten we bij Europa beginnen. Dat als je beroemd bent en je verovert Europa, dan ga je in Europa over de tong. Heeft het ooit jouw denken belemmerd of beangstigd? Geen zins. Ik heb het denken altijd ingezet tegen alles wat me bang heeft gemaakt. Dus zo het maar angst aan joeg, dan... Nou, ik heb eigenlijk de angst voor de roem voorkomen door eerst op maar eens op af te studeren voordat ik het eventueel werd. Dat is iets wat jou verbindt met dat joeg ook. Het ongelooflijk uitrafelen van wat er zou kunnen gebeurd zijn en wat er gebeurt. Ja. Is dat een gevaar? Voor Ted en mij? Ja, voor de mensen in zijn geheel. Nou, je kan ook de dingen zijn beloop laten gaan. Hè? Dat ja, is, nee, daar houden wij niet zo van. Mm-hmm. Ted en ik. Dat is, we zien het graag aankomen. Ted Hughes deed het op wat andere manieren. Hij was namelijk een overtuigd... een sceptische wichelaar. Maar hij was enorm bezig met astrologie. Ja, hij kon niets aan het, of weinig aan het toeval overlaten. In dat opzicht. Nou, hij wilde het toeval misschien begrijpen. Kijken of er nog iets te begrijpen valt aan het toeval. En dat is eigenlijk bijna alsof je het werk van de schrijver beschrijft. Een schrijver tolereert geen toeval, erkent het toeval ruiterlijk. Maar in een roman heb je niets aan toeval. In een roman zorg je dat het toeval lijkt op een gestuurd. Het toeval krijgt betekenis. En natuurlijk weet je diep in je hart dat het toeval is. Maar je geeft het betekenis, want zo schrijf je romans. En zo geef je ook zin aan je bestaan en aan, zeker aan een roman. Je kunt niet het toeval laten heersen in een roman. Dat is pure willekeur. En juist omdat je alles met alles verbindt en die spreekwoordelijke mus niet van het dak kan vallen zonder dat hij iets betekent, is namelijk de essentie van leesplezier. Ik denk, waarom gebeurt dit in dit boek? Als het niks betekent, verveel je je. Het is net als met een krimi. Of wat Tsjechov zegt, als je in de eerste acte een geweer laat zien, moet die in de laatste acte gebruikt worden. Want anders worden de mensen heel boos. Dan denk je, waarom heb je ons zo'n geweer laten zien? Heb ik 7 actes echt in doodsangst gezeten. En wordt dat geweer niet gebruikt, dan word je boos op Tsjechov. Is dat ook niet wat hem en wat vele mensen of ons allen overkomt in de liefde? Dat je denkt, ja kijk, dit is een gecontroleerd geheel, maar plots valt daar toch wel een mus van het dak, zomaar. Gacht, Anna. In de liefde. Ja, vertel het mij. Ja. Kijk, in de liefde moet je... De liefde heeft als vermogen dat je veel beter bestand bent tegen toeval. Ook samen. Als het goed is. En die liefde heeft natuurlijk als kenmerk dat je aan dat volstrekt willekeurige bestaan van die ander, die soms ook op een volstrekt willekeurige manier op je pad is gekomen, die je waarschijnlijk niet om volstrekt willekeurige redenen uitzoekt. Zo'n clash, zo'n Magdeburger bollen die op elkaar, die elkaar verslinden, daar zijn redenen voor. Dat heeft Freud goed geanalyseerd, dat heeft Jung goed geanalyseerd. Dat is en als Darwin iets meer had geweten van hormonen, had hij het ook goed geanalyseerd. En feromonen, maar... Dus dat heeft een hele dierlijke component, een hele psychologische component, dat je elkaar uitzoekt. Maar wat doe je? Ja, je licht elkaar uit de miljoenen. En je gaat aan dat ene volstrekt toevallige, willekeurige bestaan, ga jij betekenis verlenen. Door iemand te trouwen, door hem de jouwe te maken, door hem elke dag te zeggen dat je van hem houdt of haar. Door...
groter te maken door zoiets te doen wat Ted Hughes probeert. Haar te bevrijden uit een cocon van valsheid, zodat ze dat kan worden wie ze wil zijn. Een schrijver die eerlijk is. Echt. En tegelijkertijd... Dat doet de literatuur ook. Mm-hmm. Betekenis geven aan het volkomen willekeurige, toevallige. En de liefde doet het ook, en dan op persoonlijk vlak. En tegelijkertijd merkt hij dat wat hij droomt, wat hij denkt dat het grootste is, al van in het begin toch geschaad is door feiten. Hij leest dan later, na haar dood, dat ze in Parijs, dat was haar de eerste keer dat ze vertrok, het was nog helemaal in het begin van hun relatie, dat ze niet zomaar ging even nadenken over haar leven, maar dat ze daar andere minnaars bezocht. Dus het willen weten en het willen kennen van die ander, ja, doet ook de liefde voor een deel verpulveren. Nou, niet verpulveren, je kunt ervan schrikken, maar het... Kijk, als je lief hebt, kun je ook wel wat hebben. Het zijn natuurlijk, ik wil eigenlijk vooral met die passage aangeven wat hem overkomt. Of wat iedereen zou overkomen die dat mee kan maken. Stel dat je na de dood, een veel erger dood, na de zelfmoord van je vrouw, in de dagboeken een portret aantreft van jullie liefde, of van het begin, of van überhaupt wat jullie samen hebben meegemaakt, dat volstrekt niet strookt met hoe jij het hebt beleefd, of zelfs met de feiten. Dat is heel akelig. En eigenlijk heeft Ted Hughes al die 35 jaar na de zelfmoord van zijn vrouw niet alleen moeten leven met de dagboeken van zijn vrouw, met de brieven waarin hij weer een onthutsend portret tegenkwam, maar ook nog eens met vreemdelingen, buitenstaanders, die biografieën gingen schrijven en het nog minder wisten. En ook oordeelden of veroordeelden. Dus hij is zichzelf, na de dood van zijn vrouw, voortdurend tegengekomen als personage. In brieven en dagboeken en biografieën. En dat is geen licht lot. Dat lot is jou ook beschoren geweest, toch? Ik heb er ervaring mee. Dus na de dood van jouw geliefdes ben jij zelf ook langs de ene kant een logboek, langs de andere kant een IM gaan schrijven. Maar ben je ook geconfronteerd geweest en heb je jezelf ook geconfronteerd met wat er naast die liefde gebeurde, of voor die liefde, of terwijl die liefde heerste. Hoe ging jij daar zelf mee om? Was dat een verrijking of was dat ook een slagveld betreden? Ja, het is beide. Het is, om maar even bij de dagboeken te beginnen. Het is na de dood van iemand fantastisch dat je handschrift hebt en dat je over lezen leeft. Het is heel ontroerend. Maar du moment dat je zelf je aantreft in dagboeken, is het niet minder dan onaangenaam. Je wilt echt niet beschreven worden door de ander. Je wilt dat niet. Je denkt altijd, ja, maar zo was het niet. Het scheert altijd langs jouw waarheid. Dus je leidt, je maakt hetzelfde mee en de ander heeft het allemaal anders geduid. Is het daarom ook soms belangrijk om te bekennen, to confess? Het is het motto van het boek, hè? Het komt van Ted Hughes. Een vraag eigenlijk, why do human beings need to confess? Waarom hebben mensen dat nodig? Is dat ook om vat te houden op zichzelf? En op wat een verhaal te vertellen over wat er diep in hem of haar gebeurd is? Ja, het is een ingewikkelde verlangen dat meerdere kanten heeft. Waarom bestaat er zoiets als biecht? Inderdaad, het gaat toch om de bevrijding van de ziel. Het je bevrijden van iets wat je te neerdrukt, of wat op je drukt, of je schuldgevoelens te verminderen door aan een priester die je toch niet mag door te vertellen. Op te biechten of naar een psychiater te gaan die ook een geheimhoudingsplicht heeft en van wie je weet dat die altijd meestal ten faveur van jou praat
Als je tegen een psychiater alleen maar zegt, ja, ik ben zo door en door slecht. En ik doe altijd, ik ben allemaal gemene dingen. Dan zegt een psychiater meestal iets heel liefs over jou. Hoe leugenachtig is die liefheid? Nou, die werkt heel bevrijdend. Zo van, was het ook niet een gemeen iets van die ander om tegen jou te zeggen zo. En dan denk je, ja shit, natuurlijk. En je gaat je gemeenheid, die daardoor niet weggevaagd wordt, die ga je wel begrijpen als het goed is. Ik denk, ja logisch, ik moest me ook verdedigen. Of het was een beetje oog om oog, tand om tand. Dus je krijgt veel meer inzicht in je eigen kwaad als het goed is. Waardoor je er beter mee kunt omgaan en het of beter kunt voorkomen ook. Maar jezelf ook vergeeft. En ik denk dat dat psychologisch eigenlijk een van de belangrijkste componenten van een zekere mate van geluk is, dat je jezelf tot op zekere hoogte kunt vergeven. Of dat je, en dit is een gevaarlijk gebied, maar dat je een momenten kent van deernis met jezelf. En dat is iets anders dan zelfmedelijden, dat wordt over het algemeen een ook terecht, eigenlijk als heel lelijk ervaren. Maar gewoon, al is het maar een fractie van momenten van deernis met jezelf. Met toen je nog klein was en nog niet beter wist. En toen je opgroeide en ook maar puber was. Gewoon deernis. Kortstondig, moet niet te lang duren. En je moet, de slachtofferrol is de lelijkste rol die er is. Maar mensen in de slachtofferrol zijn meestal heel boos. Dus dat herken je onmiddellijk. Gewoon deernis. En het heeft nog een ander aspect waarom het zo'n belangrijk motto is. Use as plaid. En heel die generatie, geboren in Ted Hughes in 1930, zelf in plaid in 1932. En die gingen studeren en die waren in de jaren 50, eind jaren 50. Die waren allemaal bekend met het werk van zowel van Freud als van Hughes. Freud, waarom zeg ik Freud? Van Freud. Het is Amerikaans, hè? Ja, dat is een lekker Amerikaanse tongval krijg ik opeens. Freud. En dus ze onderkenden eigenlijk via dit werk van Freud en Jung gelezende hebben, onderkenden ze het gevaar van het onderdrukken van gevoelens of nare gedachten of van emoties, driften, kennis. Dus zelfkennis werd niet via de filosofische ingang, zoals ik er altijd gekomen ben, maar werd eigenlijk via de ingang van de psychoanalyse een heel belangrijk element voor ze. En dat heeft ook te maken met het biechten, met het confess. Je moet het kwaad, bij wijze van spreken, of je demonen, of je tekortkomingen onder ogen zien, of je zwakke kanten. Want anders worden die monsters te groot. Als je die monsters niet leert kennen, als je het kwaad in jezelf niet leert kennen, als je het kwaad buiten jezelf niet onderkent, wordt het te groot, worden het monsters die jou te grazen nemen. En Jung zegt het heel complex, en ik schrijf er al over in de wetten. Mm-hmm. En die wet heb ik net opnieuw gelezen, dus nu weet ik dit opeens weer. Jung zegt dat alles wat je niet onderkent, of wat je onbewust houdt en niet onder ogen ziet, dat de vorm krijgt van een noodlot in je leven. En een noodlot is, ik tref altijd de verkeerde man, of mij mislukt alles. Ik kan geen studie afmaken. Of ik krijg ongeluk na ongeluk, lig ik weer in het ziekenhuis. Dus datgene wat je niet onder ogen ziet van jezelf, over jezelf, krijgt de vorm van het noodlot in je leven. Iedereen verlaat me, iedereen bedriegt me. Fantastisch, ik vind het zo'n geweldige theorie. En de theorie, ik ben een estheticus wat dit betreft, het hoeft eigenlijk alleen maar mooi te zijn, dan weet je ook. Dan is die ook onmiddellijk waar. Denk je ook bewijzen niet? Kun je toch niet.
Dat je het feit, iedereen wordt gevolgd door zijn eigen schaduw. Hè? En soms haalt die schaduw jezelf wel eens in, of soms val je helemaal terug op die schaduw. Dat het ook belangrijk is om altijd die schaduw dicht bij jezelf te houden. Anders zou je toch ook geen goede schrijver kunnen zijn. Als je niet constant die schaduw van jezelf vlakbij voelt. Nou, ik zou het zelf nooit beschrijven als iets wat je nabij voelde. Het is gewoon dat, ja, dat wat denken is. Een schrijver maakt, ik denk, meer tijd dan anderen vrij om niet alleen te voelen, want meestal heb je daar alleen maar tijd voor, maar om je gevoelens onder de loep te nemen, dus na te denken over je gevoel, waarom voel ik dit? Maar een schrijver, niet alleen na te denken over je gevoelens, maar ook na te denken over je gedachten. Dus je denkt over je eigen denken. Maar je zit jezelf als schrijver wel dicht op de huid, ja. Kijk, nu rook ik niet meer en dan ben ik mijn stem kwijt. Glaasje water. Je zegt jij zegt het, zo, dat is de titel alleen al van het boek. Daarin liggen heel belangrijke dingen besloten. Jij zegt het, het is niet ik die zeg, jij zegt het. Wat is het belang van die maar jij? Maar nu zegt die aan boodschap. Ja, nu zeg ik het, hè. Ja. Ja. Wat is het belang van die jij? Van dat jij, er een ander is die iets zegt. Dat je niet alleen met grote monologen over jezelf kan denken. Soms heb je ook die andere nodig die het zegt. Ja, zeker. Dat is heerlijk. Dus je kunt niets mooiers meemaken soms dan dat een ander iets tegen je zegt, waardoor je opeens een inzicht verwerft. Dat gebeurt toch eigenlijk altijd via de taal. Dus het gebeurt altijd via het zeggen. Ik vind dat, ja, de grootste rijkdom vaak van omgang met anderen is dat ze dingen kunnen zeggen. Het kan ook een onbekend iemand zijn op straat die opeens iets tegen jou zegt, waardoor je denkt, verdomd, wat een waar mis is dan ook nog heel erg naar. Hè? Hoe waarder, hoe naarder. Of hoe naarder, hoe waarder. Maar, ja, maar goed, het is altijd wat ik net op als antwoord op je vraag, zoals ik de liefde beschreef, het is altijd die ander die jou betekenis geeft. Wat dat betreft zijn wij buitengewoon afhankelijke wezens. In dit geval, en ook in jouw beschrijvingen soms in eerdere boeken van de liefde, is er een heel enorm groot verlangen naar een symbiotisch samenvallen. Hè? En niet alleen een verlangen, maar eigenlijk is dat het een soort van aangehouden ideaal, een totaal kunnen samenvallen. En terwijl voel je de bevreemding al, of de vervreemding al. Mm-hmm. Is dit een ode aan de symbiose of een vinger die zegt, pas toch ook een beetje op met dat symbiotisch samenvallen in de liefde? Nou, zo'n vinger past niet bij me, maar kijk, de symbiotische, ik probeer in elk geval het symbiotische verlangen iets complexer te maken. Heb ik natuurlijk in het logboek ook wel gedaan. Maar in het logboek was ik er meer onderwerp van. Dus dan schrijf je anders. En nu laat ik meer zien, zeker bij iemand als Sylvia Plath, dat er altijd een hunkering naar een afwezige een rol speelt. Dus Sylvia Plath verloor haar vader op de 8e. Blijft hunkeren naar die vaderfiguur. En die hunkering, die niet aanwezige, zorgt eigenlijk voor dat verlangen naar symbiose. Voor Ted Hughes geldt het dat hij eigenlijk een broederschap had. Zijn oudere broer, Gerald, die verdwijnt uit zijn leven. En die hunkering naar die broer blijft staan, dat tweelingverbond. Alles samen doen. Dus ook daar is iemand anders in een symbiose. In een symbiose heeft altijd een derde, een afwezige, waardoor twee mensen elkaar zo op elkaar klappen als deze twee doen en als ik ook geneigd ben te doen. En dan, je trekt ook alleen maar mensen aan die symbiotische liefdes of symbiotische vriendschappen aangaan. Dat is onderdeel van je lot.
Dus ik kan me daar heel erg tegen verzetten. Maar ik heb ook mijn beperkingen en iedereen heeft zo zijn beperkingen. Dus je kunt, het is zo onderdeel van mijn persoonlijkheid. Dat ik heb er 8 jaar analyse tegen aangegooid. En het is alleen maar erger geworden. Omdat ik het nog beter leerde begrijpen en dacht, ja, zo erg is het nou ook weer niet, weet je, om symbiotisch lief te hebben. Maar dat het gevaarlijke kanten heeft, zeker. Het is, als iemand dan uit je leven verdwijnt, dan is er niets meer van je over. Niet veel. Als er niets meer van je over is op zo'n moment, hoe kan je jezelf dan terug, of een stukje terug opbouwen, hoe kan je dan een reconstructie doen? Want dat is ieder mens toch. Nee, je moet het even verduren. Je moet even verduren dat je niemand bent en dat je aan flarde ligt. En, het is kijk, iedereen kent het verlangen. Het is niet. Ik beschrijf een tamelijk extreme vorm, ook als ik het over mezelf heb, heb ik het over een tamelijk extreme vorm van verlangen naar symbiose. Zijn er overigens ook de mensen die het beste kunnen doorhakken, die het beste kunnen breken met anderen. Dat is een andere kant van de symbiose, de slechte kant. Ik beschrijf het vrij. Het is voor mij niet alleen een pathologie. Het is niet een ziektebeeld of zo. Iedereen kent het. Iedereen wil een ander van wie die houdt heel nabij hebben. Wil voor een deel versmelten. En als je een liefde zonder een vorm van afhankelijkheid bestaat niet. Dan heb je geen liefde. Dan heb je iets anders. Dan heb je wat mensen een partner noemen of zo. Of een relatie, of hoe heet dat soort rare dingen. Een partner, meestal vind ik heel erg. Ook van die mensen die getrouwd zijn en toch blijven spreken over hun vriendin. Oh, vind ik zo erg. Nou ja, ze moeten het zelf maar weten. Misschien uit zelfbescherming, hè? Ja, het zal wel. Een partner. In hoeverre is dit alsof boek je een ook zaak hebt. Ja, dan ben je zakenpartner, ja, maar dat kan ook symbiotisch worden. Oh, nee. In hoeverre is, jij zegt het, een verdedigingsreden van je eigen houding in het leven en in de literatuur? Heb ik, nou, die hoef ik niet te verdedigen. Afgevraagd bij het lezen, die hoef je niet te verdedigen. Nee, waarom? Ik ben toch niet aangevallen? Mm-hmm. Ik ben niet zo uit op verdedigen. Ik ben uit, als ik als ik aangevallen word, zal ik, of als mijn werk, als ik aangevallen word, laat ik het meestal rusten. Maar als mijn werk aangevallen wordt op iets, en ik een mate van onbegrip ontdek, kan ik mijn werk heel goed verdedigen. Omdat ik weet hoe ik het gemaakt heb. En omdat ik ook die hele abstracte achtergrond van zo'n werk natuurlijk ken. Enfin, dat spreek ik eigenlijk helemaal vanzelf. Maar ik hoef of wil... mijn leefwijze niet verdedigen, of mijn manier van liefhebben, of mijn daar voel ik geen enkele behoefte toe. Die wil ik alleen maar aanbevelen. Aanbevelen? Nee, schat. Nee, absoluut. Nee, jij moet het echt niet. In hoeverre? Het is veel te laat voor jou. In al jouw boeken speelt één grote houding een immense rol. En dat is denk ik een grote sterkte die je blijft aanhouden. Dat is die kracht, we hadden het daarnet al over, die kracht van de kennis, ook de kracht van iemand die dingen wil uitvlooien. Het niet veronachtzamen van wat er in deze wereld gebeurt. Ja, nou, in deze wereld maak je het wel groot. Want ik vind mezelf niet een heel maatschappelijk iemand. Ik doe wel mijn best. Ik wil het begrijpen. Ja, ik ben ook wel maar geëngageerd. Want het engagement verstopt zich altijd zo. Hè? Kijk, door Sylvia Plath te beschrijven bijna als een jihadist. Zou je
iets meer kunnen begrijpen van de drijfveren van de godsdienstfanaticus. En dat heeft dan met name met het offer te maken. En daar heb ik me inderdaad heel erg mee bezig gehouden. En daar heb ik een boek over geschreven, een boek over geschreven, een kleine filosofie van de moord. En ik juist dat fanatisme probeer te begrijpen. En dat is het fanatisme van iedereen, niet alleen van de fanatieke fan. Maar die lijkt, hè, die bijvoorbeeld zo'n fanatieke fan als Mark Chapman, die John Lennon vermoordde. Daar gaat onder meer een kleine filosofie van de moord over. Dat is exact hetzelfde als wat de jihadist drijft. Dat lijkt allemaal op elkaar. En dat is heel erg, dat zouden we eigenlijk allemaal kunnen begrijpen, als je maar ziet hoezeer onze cultuur en eigenlijk bijna elke cultuur waar religie doorheen huivert, en dat zijn alle culturen, dat die ook altijd over het offer gaan. En over het zelf opofferen. En dat is wat je ziet. Je ziet het bij Sylvia Plath, het gaat voortdurend over, ook over het zichzelf willen opofferen, het willen verdwijnen. En dat krijgt natuurlijk een hele concrete, akelige en vreselijk reële vorm op het moment dat een hele jonge islamiet een bomgordel omdoet en letterlijk zichzelf opoffert met de bedoeling om anderen te vernietigen. En iedereen doet het vanuit een bewustzijn van goed en kwaad. Dus wij denken dat we goed zijn, maar voor hen is dit het goede om te doen. Het is een heilig doel. Het is een goede daad van de jihadist. Het is verschrikkelijk. En wij, voor ons is het het ultieme kwaad. Is het daarom ook in heel jouw werk, je hebt het gezegd al in het begin, je bent afgestudeerd op die roem, maar dat je ook een onderzoek eigenlijk pleegt op directe, soms op indirecte wijze naar de hoogmoed van de mens? Want dat wordt in het Bijbelse verhaal van die boom. Dat is dan ook weer zelfonderzoek meer. Hè? Want de hubris is inderdaad een heel gevaarlijke toestand. Maar die onderzoekt dan met name in Lucifer, omdat dat het oud-testamentaire kwaad was eigenlijk de hubris. Kijk, zodra je het over de duivel hebt, hè? Lucifer gaat een licht te knipperen. Valt het licht uit, soms alle de hele elektriciteit. Of gaat er opeens iets knetteren. Nou, hou je maar vast. Kijk, het is aan God gelijk willen zijn. Dat is natuurlijk met name het onderzoek dat ik in Lucifer doe. Het kwaad wat dat daarin schuilt. Of het ook heel begrijpelijke. Ik denk dat iedere kunstenaar, en zeker een schrijver, schrijft niet voor niets, ik ben een god in de diepste van mijn gedachten. Je hebt even een hele kleine, schept even een kleine wereld waarover je heerst en waar jij in de touwtjes trekt. En je kan doen met de personages wat je wil. Dus dat is een hele, dat is al een toestand van God, een goddelijke positie neem je in. Iemand als de babysit is opnemen. Het is niet de babysit. Die goddelijke positie, wanneer val je voor jezelf van dat voetstuk? Is dat wanneer een boek klaar is? Is dat wanneer je alleen thuis zit en denkt, nu kan ik niet meer? Is het net heel belangrijk om de twee posities in te nemen? Die van de nederige kleine mens, die het ook niet meer weet, en die goddelijke positie, om die trap heen en weer te beklimmen? Ja, ik denk dat je die allebei goed moet kennen. Je hebt een beetje van die hubris nodig, anders durf je dat niet. Kijk, het allerbelangrijkste van beroemd worden of lof krijgen, is dat je zelf niet de vergissing begaat die anderen begaan. Dat, ook al schrijf je een heel goed boek, dat jou dat nog niet tot een goed iemand maakt.
Of ook al bewonderen mensen jou zeer, dat ze altijd een publiek iemand bewonderen, want ze weten niet hoe vervelend ik binnenshuis ben. Dus het is een, of hoe ontoegankelijk ik ben, en hoe gesloten en hoe moeilijk het aan te raken. Dus het is, ik ben me altijd goed blijven realiseren dat de liefde van een fan of van een publiek, of dat het altijd te maken heeft met mijn publieke imago, met een imago dat ik heb opgebouwd, dat ik onderhoud. En als je dan 1,60 meter bent, nog niet eens, dan werkt dat ook niet mee, want iedereen vindt je dan ook te knuffelen of ze tillen je op. Heel gemakkelijk is dat. Dus je blijft iets kleins, je bent klein en ik blijf iets kinderlijks behouden. Dus dat werkt allemaal mee met hoe mensen over je denken. En dat is helemaal niet erg. En dat, alleen moet je dat, je moet er zelf niet in trappen. Anders kun je nooit meer die boeken schrijven. Was het een, want jouw werk speelt zich vaak af in die, en dat is niet eens een schemergebied, dat is eigenlijk het grote gebied. Je hebt feiten en je hebt fictie en dat kunnen wij nu al ten opzichte van elkaar hebben. Ik kan mij allerlei dingen van jullie inbeelden, jullie dingen van mij of wij van ons. Dus dat is dat is eigenlijk een tweedeling waar we altijd mee omgaan. Maar als je die twee wil verbinden, dus je vertrekt vanuit feiten en je gaat daar dieper naar op zoek en je bouwt daar een verhaal rond, is dat een overlevingsmechanisme of is dat gewoon iets wat iedereen altijd moet doen en best zo fijn gezet en fijn gemaast mogelijk? Iedereen doet dat volgens mij. En niet alleen volgens mij, het is eigenlijk ook die steeds vergevorderdere onderzoeken naar de werking van ons geheugen laten steeds maar zien dat iedereen een verhaal maakt, dat iedereen zichzelf personage maakt in een verhaal, dat het anders niet te dat je jezelf anders niet kunt begrijpen en je omgeving niet kunt duiden. Maar dat je ook herinneringen die je niet onderbrengt in een verhaal, dus verbindt met andere elementen, dat je die onthoud je niet, die heb je niet meer. Dus het is ook ons geheugen werkt eigenlijk als een verhalenmachine. En verhalen met een structuur, met een begin en een eind. En niet iedereen wordt het een heel fijnmazig iets. Sommige mensen leggen zich neer bij het personage dat ze altijd van zichzelf hebben gehad. Denk ik, nou, dat is wel goed, daar doe ik het mee. Maar hoe meer last je krijgt van dat personage, stel je voor dat je voortdurend bent bestempeld als een slechterik of als en je ondervindt last in je leven, dan op het moment dat je dan naar een psychiater zou gaan, zou die gaan morren aan je verhaal. Ze zeggen, nee, je moet eens anders kijken naar je eigen handelingen. Veel positiever, veel. En die gaat kijken in welk verhaal je jezelf hebt opgesloten. Dus het geheugen, dus ik denk dat het maken van een verhaal, het vertellen van een verhaal, of het überhaupt het denken in een verhaalstructuur, dat het bijna een, dat het biologisch iets is. Dat durven morren dan aan het verhaal van anderen, in dit geval Ted Hughes en Sylvia Plath, in het geval van Lucifer heb je Peter Schat. Dat is een gemorrel met andermans verhalen, zou men kunnen zeggen, als men als men het vanuit een ander standpunt zou bekijken. Of kwaadaardig zou willen zijn, of kritisch, of hoe dan ook. Is het belangrijk dat je de boosheid van anderen, die eventueel zouden zeggen, ja, je hebt wel gemorreld aan mijn verhaal, waar haal je de pretentie vandaan, dat je dat meeneemt? Of kan je makkelijk zeggen, dit is mijn verhaal en jullie hebben jullie verhaal? Want jij brengt het wel op het publieke forum toe. Nee, ik doe twee verschillende dingen. Ik maak er
fictie van. Een fictie betekent niet dat ik er iets onwaars van maak of dat ik een. Maar ik geef hele duidelijke signalen in mijn boeken dat dit een werk van fictie is. Dat de verbeelding is gebruikt om een werkelijkheid beter te begrijpen. Of om aan een werkelijkheid of aan een waar gebeurde werkelijkheid een structuur te geven waardoor een andere betekenis mogelijk is dan de betekenis die in het geval van jij zegt het voortdurend gegeven wordt aan het personage Ted Hughes in de biografieën. En daarvoor kies ik een literaire vorm, in dit geval een vrij theatrale, de monoloog. En de monoloog verraadt al dat ik een daad van verbeelding verricht, want ik ben niet Ted Hughes. Ik word het wel. Dus de roman geeft altijd signalen aan de lezer. Ik ben een roman. Betekent niet dat het niet waar is. Betekent dat er verbeelding is gebruikt. Bij Lucifer is een heel andere soort roman. Veel oud-testamentairer. En daar fictionaliseer ik veel meer. Laat ik eigenlijk gewoon zien hoe iemand ingesnoerd wordt door de verhalen van anderen. En dat er bijna als je een karaktermoord wil plegen. Karaktermoord is altijd iets wat door verhalen gebeurt. Hè, door zij vertelde verhalen, rondgekwebbeld of door geschreven verhalen. Maar in Lucifer laat ik zien dat als je een karaktermoord wil plegen, dan hoef je maar het oeuvre van een kunstenaar te onderzoeken. Of je vindt overal bewijzen. Want je kan ervan maken wat jij wil. Dus als iemand stelt dat ik deze dag beëindig met een moord op jou. En dan weet ik zeker dat als iemand zowel onderzoekt hoe vaak we al met elkaar gepraat hebben. En mijn hele werk. Dat iemand allemaal signalen vindt die aangeven waarom ik een moordenaar ben en waarom ik jou vermoord heb. Want je kunt alles wat te interpreteren is, kun je interpreteren zoals jij wil. En daarom is in Lucifer is het zo verwarrend dat mijn karakter wordt beschreven, verweten wordt, terwijl ik eigenlijk de karaktermoord onderzoek. En voldoende signalen geeft dat het een werk van de verbeelding is, waar in Lucifer's toneelstuk, of Vondels toneelstuk, Lucifer een heel grote rol speelt. En alle engelen in de hemel en en het oordeel van God over de vallende engel. Is het daarom een tragisch iets van ons allemaal, dat we toch afhankelijk zijn van de willekeur waarmee anderen ons interpreteren of het leven interpreteren? Nee, het is onontkoombaar en het is anders zou er geen betekenis zijn. Als wij de betekenis konden vastleggen van onszelf op de eerste plaats. Als wij konden zeggen, ja maar wacht eens even jongens, ik beteken dit. Dan is er geen betekenis meer mogelijk, dan leg je alles vast. Als ik zou zeggen, ja maar jongens, Lucifer betekent dit, of jij zegt het betekent dit, dan verklein ik, verstik ik het leven van dit boek. Het kan zoveel meer betekenen dan de betekenis die ik erin geef. Ik kan zoveel meer betekenen. Ik beteken al iets dankzij jou. Ik ben er afhankelijk van. Ik beteken iets anders voor mijn moeder dan voor mijn vriendin. Ik betekent iets anders voor mijn oudste broer dan voor mijn jongste broer. Dat heb ik allemaal niet in de hand. Dat heeft te maken met hun karakter, met hun zwakte en kracht, met hun jaloezie, met hun positie in het gezin, met wat hen wel gelukt is en wat niet. Dus ik beteken voor iedereen iets anders en natuurlijk wil ik dat niet eens vastleggen. Ben ik blij met al die betekenissen? Nee. Maar daar kan ik niets aan doen. Ik wil er ook niets aan doen. Daar heeft de schrijver geen enkele controle over. Nee, gelukkig niet. Iets wat mij heel erg opvalt in het boek, of wat Ted Hughes altijd zegt, of wat jij hem laat zeggen, of de figuur zegt, is dat hij het ware zelf van zijn geliefde heeft gevonden. En dan denk ik, soms is het toch ook mooi en is het ook prachtig dat een mens zoveel maskers kan dragen. Dus misschien
iets wat wij altijd te veel bejubelen van het ware, het natuurlijke, het dierlijke. Nee, ik ben een ongelooflijk voorstander van maskers zodra je de deur uitgaat. Ik zet al een masker op als ik naar de bakker ga. Dus dat, nee, ik ben een enorm voorstander van de bakker. Maar een schrijver kan niet schrijven als hij gemaskerd is. Dus dat, daar gaat het juist om. En je schrijft met iets anders dan waarmee je naar de bakker gaat. Je moet bij iets. Je moet wel degelijk je mantels afwerpen zodra je schrijft. Je moet wel degelijk een vrij genadeloos zelf blootleggen en leren kennen om een waarachtig ik op papier te krijgen. Je merkt onmiddellijk waar de boeken slecht zijn. Dat heeft daarmee te maken. Dat is geen waarachtige stem. Dat zijn geen waarachtige boeken. Het zijn gemaakte boeken. En die waarachtigheid ligt dan ook in het zowel blootleggen van je slechte kanten als de goede, als de boosheid, als de... Ja, blootleggen van analyses die niet iedereen zint. Zelfonderzoek. Of echt kunnen analyseren van iets scherp kunnen analyseren. Want iets begint eigenlijk bij jezelf. Het begint bij een vraag die jezelf hebt. Waarom doe ik toch altijd zo? Of waarom reageer ik? Dus, dan kun je verbanden leggen die anderen niet leggen. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Als ik voorbeelden moet gaan aanhalen, wordt het me te persoonlijk. En persoonlijke dingen, discretie is de grootste wilde, daar houden we van. Dat is mijn second name. Discretie. Over vragen gesproken, ik wil ook even tijd geven aan jullie om een vraag te stellen. Dus ook een vraag stellen is ook een vorm van zelfonderzoek natuurlijk. Dus zijn er vragen bij jullie in de zaal? We zien toch niks hoor, dus misschien moet er wat licht in de zaal dan. Mocht er een opgestoken hand zijn, dat we die niet missen. Of vinden jullie het wel fijn zo dat Anna alles in haar eentje doet? Ja. Ik zie geen enkele vinger, dat hoeft ook niet, hè? Nee, oh ja. Toch eentje, ja, zegt u maar. Oh, maar die gouden wurmpjes, zegt u dat toch allerliefst? Gouden wurmpjes. Ik heb... Dit beeld, het is een beeld van de Engelse kunstenares Kelly McCallum, een opgezet vosje. Met inderdaad gouden wurmpjes in zijn oren en een vogeltje op zijn hoofd. Zag ik in de krant, het werd afgedrukt omdat er een tentoonstelling was in Arnhem, of waar was het maar? Nijmegen. In Nijmegen, van haar werken van andere taxidermisten, geloof ik, hè, dat het zo'n soort tentoonstelling was. Ik zag het en ik denk, dit wordt mijn omslag. Nu, heeft u het boek gelezen? En u snapt het nog niet? Zo, ik ben een harde leraar. Ja, zo is dat. Kijk, zelfs een omslag, zoals een titel, moet je als schrijver nooit gaan uitleggen, want dan maak je je boek kleiner. En een omslag eigenlijk ook niet. Dus ik vind dat alles wat het beeld vertelt, dat met een beetje fantasie kom je er wel uit. Ik wil u niet in de steek laten, want ik vind vooral, ik ga het vervolgens zelf het woord wurmpjes uitspreken zoals u het doet, als ik dat zo mooi kan. Maar het moet een beetje een open beeld blijven. Ik heb het zelf gekozen. Het is ook voor het eerst überhaupt dat ik me zo bemoei met een... Oh nee, is niet waar. Maar dit, ja, met een omslag, ja. Graag gedaan. U wordt weggestuurd met een mysterie. Dat is ook een mooie opdracht. U blijft iets goddelijk hebben. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Misschien, Connie, ik wil nog even een paar dingen. Ik heb verschrikkelijk veel in jouw boek geschreven, dat vind ik aangenaam. Ik heb ook dingen aangeduid waarvan ik dacht, dit
raakt me nu. Dit zegt ze echt over zichzelf. En één daarvan is... Je laat het hem zeggen naar het einde toe. Iedereen die iemand verloor aan de dood kent de smart van het retrospectief. Het tellen van de laatste dagen en uren, het markeren van de maanden en de seizoenen met een zwart kruis. Het haast onverdraaglijke besef van de overlevende dat die ene maandag, meimaand, lente, kerst de laatste was, die een geliefde meemaakte. Die smart van het retrospectief... Graak je daar ook van ooit van af? Ja. Zoals ik het hier beschrijf wel, dit is typisch een smart en een droefenis die je de eerste jaren voelt. Vandaar ook die mooie uitdrukking die ik in IM gebruik, die ik op het konto van mijn moeder schrijf, die dan zegt, alle seizoenen moeten er overheen. Omdat het besef van overlevenden, terugkijken, is verschrikkelijk. Van, oh, dus nooit meer een winter, nooit meer een lente. Dit was de laatste. Soms weet je dat niet. Hè? Zelfmoord is natuurlijk een hele abrupte dood. Hartaanval is ook een abrupte dood. Dus je krijgt een heel raar besef van tijd. Van, had ik eigenlijk moeten weten dat dit de laatste keer was. Je gaat alles in retrospectief duiden. Signalen ontdekking. En zoals nu gebeurt na de dood van David Bowie. Dat heel die Black Star, zijn laatste cd. Dat elke tekst opnieuw begrepen wordt. En dat iedereen zegt van, waarom hebben we het niet gezien? Dat hij gewoon zijn eigen dood aankondigt op een cd. In elk nummer. Dus dat is de smart van retrospectief, van terugkijken. Dat kun je niet altijd blijven doen. Het overleven en het doorleven betekent ook letterlijk dat je op een dag niet volledig ophoudt met terugkijken, maar dat je er niet meer alleen maar terugkijkt. Wat je in het begin van de rouw wel doet. Dan ben je niet in het heden en je bent heel lang niet in het heden. Je bent alleen maar in het verleden. Heel veel mensen die iemand verloren hebben, die iets tragisch meegemaakt hebben. Heel veel mensen, en dat zijn wij allemaal, die zich soms niet goed voelen, zeggen, niks is beter dan een goed boek om in het leven van een ander te verdwijnen. Men zegt wel eens, literatuur leert ons... empathisch zijn, de empathie, het geeft ons een extra vermogen. Of je kan het daaraan slijpen en scherpen, dat vermogen. En toch is het dan vreemd dat mensen die zo met literatuur bezig zijn, zoals een Sylvia Plath of een... Ik noem iemand anders, Joost Zwagerman, dat zij toch daar in hun schrijven en in hun ongelooflijk veel lezen geen troost en geen sterkte hebben gevonden. Ja, dat is iets anders dan empathie natuurlijk. Mm. Dat is iets anders. Misschien is een empathie te groot. Is een deernis met de wereld te groot om er mee te kunnen leven? Is een mededogen te groot? Als ik doodga, is het tijd mededogen, heb ik wel eens geroepen. Dan is dat ik dat een onverdraaglijk groot, zwaar gevoel vind. En als dat een hele grote groep mensen gaat betreffen, dat mededogen, dan kan dat benauwd, dat verstikt je. Maar er is iets anders in het vak van schrijven, waardoor zoveel schrijvers zelfmoord plegen. Er is namelijk een diep verlangen, waardoor de schrijver, en zeker ook Sylvia Plath, werd gedreven. En dat is ook een verlangen om te verdwijnen. Met schrijven maak je ook jezelf weg. En het lijkt paradoxaal, dat is het ook, dat ik zoveel roem heb verworven met schrijven. En toch is dat een aandrift geweest ook, en is het bij elk boek, om mezelf weg te maken. En dat wegmaken kan hele rare vormen aannemen. En ik denk dat de schrijvers die zelf moeten plegen, dat die dat te concreet, dat het... wegmaken, dat verlangen om te verdwijnen in iets anders. En wat je doet
En je doet het om te schenken. Dat is ook nog eens het complexe. Je doet het om jezelf weg te geven in een andere vorm. God in de hostie. Dus jij deelt hosties uit? Ik deel in zekere zin hosties uit, ja. En in ook nog een zegen. God zegen je. Dat verdwijnen, je zegt, ja, dat heb je zelf ook. Waarom dat verdwijnen? Waarom wordt dat dan soms zo noodzakelijk? Omdat een individueel bestaan zo zwaar kan wegen, juist als je heel empathisch bent. En juist een schrijver, als je iets... een goede roman is altijd een roman waarvan iedereen denkt, dit heb ik ook. Dus, iedereen moet zich herkennen. Voor een deel in Sylvia Plath, voor een deel in Ted Hughes, of in de andere figuren van het boek. Een schrijver komt alleen zo ver, omdat hij al die mensen begrijpt. Omdat zijn empathie bij beide karakters ligt. Omdat hij zich ook onpersoonlijk kan maken, omdat hij zich dit allemaal kan voorstellen. Dus je hebt heel veel meegemaakt al voordat je een boek schrijft. En je cijfert jezelf ook heel erg weg als je een boek aan het schrijven bent. Je bent eigenlijk echt helemaal van de wereld. Omdat je bezig bent met anderen. Ik heb nog geen letter voor mezelf geschreven. Het is echt ook voor anderen bedoeld. Ik heb het ook altijd vanaf mijn allereerste boek ervaren als het mezelf weggeven. In een andere vorm. En dan kan ik lekker thuis blijven. Hoef ik de wereld niet in, want de wereld is me te veel. Die is me te druk. Die vraagt te veel van me. En ik wil ze eigenlijk ook niet altijd zien, al die mensen met wie ik zo te doen heb. Ik stuur iets anders naar buiten in plaats van mezelf. En dat mag het opknappen voor mij. Maar dat heeft ook... Dat kunnen verdwijnen, omdat je toch iets anders naar buiten stuurt. Daar kun je een grens mee overschrijden. En die grens wordt dan zelfdestructie. Ik vernietig mezelf. En ik weet zeker dat de fantasie van zelfmoordenaars ook altijd ook is. Het levert iets op voor anderen of zo. Het is ook goed. Het heeft. Weet ik niet zeker. Mijn volgende onderzoek, wellicht. Connie Palme, ik ben blij dat je niet verdwenen bent vandaag, dat je hier zit. Ook dat jullie niet verdwenen zijn vandaag, dat jullie hier zitten met jullie prachtige aanwezigheid. Mooiste cadeau dat jullie gegeven hebben, aandacht. Dat is het mooiste wat een mens ander kan geven. En daarvoor moet ik jou natuurlijk bedanken, Connie. Dank je wel voor die aandacht aan ieder van ons. Die je gebruikt in je verdwijntruc in je boeken. Dank je wel. Jij bedankt, Anne. Je deed het weer geweldig.